Oké, vandaag een aantal tips voor de aankoop van tweedehands materiaal. Als je naar de video kijkt, ik heb in het verleden al video's vrijgegeven rond aankooptips voor online aankopen, ook eBay en dergelijke meer. Eigenlijk als je bij fotografiemateriaal, een van de grootste investeringen is dus je lenzen. Ook omdat die vaak over verschillende systemen compatibel gehouden worden. Dus, en als ze niet compatibel zijn, kan je in veel gevallen adapters kopen om oudere lenzen op nieuwere systeemcamera's te gebruiken. Eigenlijk, het is wel zo, ik kan u een aantal tips meegeven, ik zal die vandaag proberen verzamelen. Waarop te letten als je een tweedehands lens aankoopt, dus heel specifiek voor lenzen. Natuurlijk, het begint eigenlijk al als je online koopt. Je kan bij Camera Express en dergelijke meer kan je tweedehands aankopen. Het voordeel daar is dat je ook garantie erbij krijgt. En dat die toestellen en die lenzen en dergelijke vaak ook nagekeken zijn door mensen die in de winkel werken dan. Je kan ook via eBay heel veel koopjes doen. En tweedehands sites en dergelijke meer. Maar het belangrijkste is eigenlijk, als het te mooi is om waar te zijn, zal het in veel gevallen gewoon niet waar zijn. Dan gaat het over bedrog. En het is ook heel belangrijk om, om op een veilige manier te betalen. Het slechtste wat je kunt doen, is via een overschrijving betalen zonder dat je iets gezien hebt. En dan maar op het beste hopen. Het beste dat je kunt doen, is afspreken, daar naartoe gaan. Dan heb je ook het voordeel dat je die lens kunt vasthouden en bekijken, dat je niet enkel op foto's moet baseren. Je kan die lens dan ook bovendien op je camera gaan plaatsen en echt volledig functioneel gaan testen. En je kan de transactie daar ter plaatse digitaal betalen of met cashgeld. Dus dat is eigenlijk de optimale manier om een transactie, om tweedehands materiaal aan te kopen. Het alternatief, het tweede beste, is dan eigenlijk als je online aankoopt op basis van foto's, via eBay en dergelijke meer, gebruik dan je kredietkaart of je PayPal. Bij eBay zeker PayPal, omdat je daar dan het extra voordeel hebt dat je bescherming krijgt. Het zijn wel een aantal belangrijke zaken bij eBay, is dat je binnen de 30 dagen een claim indient en dergelijke meer. Lees de regeltjes, dat je dus zeker op de hoogte bent van hoe dat je een claim kunt indienen. Nog voordat het nodig is om dat te doen, zodat je weet dat het moet gebeuren. Maar dat gaat dus puur over de betaling. Bij een overschrijving is het zo dat het heel moeilijk is om die overschrijving terug te betalen. Terwijl PayPal dekt de terugbetaling. Als je gemakkelijk je kunt op een eenvoudige manier aantonen dat je het nooit ontvangen hebt of dat het kapot is. Je kan een discussie opstarten en als je gelijk krijgt, krijg je gewoon dat geld terug. Dus dat is een voordeel van PayPal. En bij kredietkaarten is het zo dat die vaak gedekt zijn door verzekeringen voor fraude. Als het dan echt gaat over de inspectie van de lens, ja sowieso, het is interessanter om op locatie die lens te kunnen gaan vasthouden en in detail te gaan bekijken. Zo niet, zou je het op basis van foto's moeten doen. Er zijn een aantal dingen dat je op basis van een foto ook kunt evalueren, maar je kunt zeker niet alles op basis van een foto gaan evalueren. Als je daar ter plaatse bent, kun je die lens vasthouden, kun je nagaan of dat de zoomring bijvoorbeeld, of de focusring, of dat die soepel draait. Iets wat kan gebeuren bij oudere lenzen is dat er stof of vuil in het systeem komt, waardoor de lenselementen niet meer op een correcte manier verschuiven. En dat kun je gemakkelijk testen door het autofocus systeem te gebruiken in je camera of door die op manueel te zetten en de focusring van het ene eind naar het andere eind volledig te verplaatsen. En dat zou een vloeiende beweging moeten zijn met een klein beetje weerstand. Hetzelfde met de zoomring, die zou ook vloeiend moeten bewegen. Je kan ook voor stof, dus het nadeel van een zoomlens, is dat die eigenlijk, doordat de elementen heen en weer bewegen, kunnen die lucht aanzuigen. Dus als die veel in een stofrijke omgeving gebruikt zijn, dan kan daar stof ingekropen zijn. En dan kan je op die manier gemakkelijk gaan testen. Door gewoon te kijken in de lens of er stof aanwezig is. Dat is heel moeilijk om op te lossen, juist omdat dat inwendig in die lens zit. Dus je moet die lens eigenlijk volledig uiteen gaan halen. Hetzelfde als we spreken over oudere lenzen. Kijk heel goed in de lens of er geen schimmel in zit. Want ook schimmel is heel moeilijk op te lossen, omdat je de lens eigenlijk volledig uit elkaar moet gaan halen. En vaak om een lens volledig uit elkaar te halen, heb je speciaal materiaal nodig, plus de nodige kennis. En je moet natuurlijk ook terug in elkaar kunnen krijgen. Verder dus zie je ook dat het diafragma vloeiend beweegt en als je het verzet, dat diafragma ook effectief open en dicht gaan en dat er geen diafragmabladen blijven haken
of dat er gewoon niets gebeurt. Het is wel zo bij digitale lenzen, waarbij dat diafragma digitaal aangestuurd is, zul je opnieuw een camerabody moeten meenemen om dat diafragma te bekijken. En zal dat vaak zich pas verzetten op het moment dat je de foto maakt. Bij analoge lenzen kun je wel nog gewoon aan de ring draaien en diafragma zien verspringen. Als je dan toch bezig bent, kijk ook goed naar de lenselementen. Dus je hebt eigenlijk twee lenselementen op een lens die gevoelig zijn aan krassen. En dat is het voorste lenselement en het achterste lenselement. Dat zijn de lenselementen die eigenlijk blootgesteld worden aan dagelijks gebruik, aan externe elementen. Dus kijk goed of daar geen krassen op zitten. Ga ook op zoek naar eventueel verschillende verkleuringen eigenlijk op de lens. Dus dat kan zijn, op veel lenzen is een speciale coating. En dat kan zijn dat die coating losgekomen is, verkleurd is of gedegradeerd is over de tijd. Dus die lenselementen goed bekijken, zien dat die goed functioneert hebben we gehad. Ja, dan nog een tip. Ik heb zelf, dat geef ik nu mee, omdat ik onlangs een ervaring heb gehad met de aankoop van een Minolta lens, een manuele lens. En die leek volledig in orde. En het is pas op het moment dat ik de lens... ik heb die tijd voor de aankoop enkel op een adapter op Fujifilmcamera getest. En daar werkte alles naar behoren. Maar van zodra dat ik die lens dan testte op een Minolta camera, een manuele een DSLR, analoog, dan bleek dat ik het diafragma niet meer kon aansturen. En dat was eigenlijk gewoon een pinnetje wat achter op de lens zit. En dat pinnetje was door de vorige eigenaar afgezaagd, denk ik. Omdat dat in de weg zat van de adapter voor gebruik met digitale systeemcamera's. Spiegelloze camera's. Als je kijkt naar een originele Minolta lens, dan ga je zien dat daar achterop een pinnetje zit, wat eigenlijk de analoge bodies van Minolta dan kunnen aansturen vanuit de camera. En op het moment dat de foto gemaakt wordt. Dus het enige wat dat doet, is gewoon het diafragma correct instellen. Maar dat werkt niet meer. Dus dat betekent dat ik die lens alleen nog maar volledig open kan gebruiken op mijn Minolta camera. Dus dat is iets waar je kunt op letten. Voor de rest, wens ik jullie veel succes met de jacht. Dat was het. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.